Leegte is de afwezigheid van al het andere. Niets. Sommige wetenschappers hebben vaker te maken met leegte dan anderen. Historica Frigga Kruse ondervond op Spitsbergen echte leegte toen ze er op zoek ging naar de restanten van mijnbouw. Claudie Bokting doet onderzoek naar het voorkomen van terugval bij depressie. Volgens haar is depressie vaker een gevoel van leegte dan een gevoel van somberheid. Econoom Kees Sterks vindt een lege schatkist hetzelfde als een lege portemonnee. Erg vervelend. I work on Spitsbergen during the summers as an archaeologist, and I have experienced this emptiness on Spitsbergen in two ways. On a sunny day, it makes me feel brilliant. It is bliss to be out there, surrounded by nature, on your own. On a miserable day, I can think of better places to be. You have no one to talk to, no one to communicate with, and you'd rather be at home. Frigga Kruse is bezig met een onderzoek naar Britse bedrijven die aan het einde van de 19e eeuw op Spitsbergen koolmijnen probeerden aan te leggen. Ze ontdekten dat veel van deze avonturiers mislukten. On Spitsbergen in the early 1900s was something you could almost call a coal rush. Different nationalities came to exploit the coal resources on Spitsbergen. The British started in 1904. And I've picked this postcard to show you Spitsbergen's and the world's most northerly town, a British town, to exploit the coal resources at Advent Bay. In this picture here, you can see the settlement from the shore. The coal mine is right up there on the hillside, and you could transport the coal right to the shore from where it was transported to the markets in Scandinavia, Russia, and other European places. This particular business was a failure. Nonetheless, they tried to have a shot at daily life. You can see here the huts, the people, not just men, but also some women in the doorway, the horses they brought along, their supplies and the fish they ate. A long climb over rough rocks, followed by a mile or so on loose river gravels, knocked the tackets out of the boots. A thorough soaking in a morass of soft glacial mud or a swampy peat bog reduces the leather to the consistency of tripe. Hard shales on edge or angular fragments then cut the boots to ribbons. This is a statement from a fieldwork report written almost a century ago. And the beauty of it is that we found these boots. We found these boots ripped to shreds, and we could identify with it having walked the distance ourselves. We were there, walking the distance ourselves, to find these prospecting camps. They didn't know where the coal was instantly. They had to find it. And as a result, we're also able to find evidence of these camps in the form, for instance, here of tent rings. There used to be a tent here, and all you can see now, 100 years later, is the tent pegs. We found, firstly, the physical remains in forms of old boots, prospecting camps, mining settlements. We found mine entrances, we found transport systems, and we found the environmental reasons why life there was hard. But also we found that they didn't really mine enough coal. There wasn't a stockpile of tons of it. There was a small attempt, but there wasn't a great industry. We found, not only based on the physical evidence, but also based on documents, that the businesses were non-profit making, and they were short-lived. Als je dat nou toepast op mensen met een depressie, dan zie je dat er mensen zijn met een depressie die eigenlijk vooral veel gevoel hebben, maar dan heel veel negatief gevoel, somber, geen zin meer hebben om dingen te doen. Maar je ziet ook bij mensen met een depressie dat ze zich leeg kunnen voelen. Dus eigenlijk bedoelen ze daarmee dat ze niets meer voelen. He, dus muziek komt niet meer binnen, met je kinderen in bad gaat, doet helemaal niets meer. En dat is eigenlijk een heel, ja, in feite de zin van je bestaan is dan weg, want je voelt niet meer. Dus het is een niets, zeg maar, een groot niets. Psychologe Claudie Bokting doet onderzoek naar het voorkomen van terugval bij depressie. De kans dat een depressie terugkeert is groot. Na één depressie is de kans op herhaling 50%, na twee episodes 70% en zelfs 90% na drie of meer episodes. Een misverstand bij depressie is dat meeste mensen denken aan somberheid, interesseverlies. En toch zijn er ook veel mensen met een depressie die met name leegte aangeven. Hè? Dus geen gevoel. En zo had ik een ernstig depressief patiënte van mij die aangaf als ze haar kinderen in bad deed, dat ze helemaal niets meer voelde. Dus ook geen negatief gevoel, geen positief gevoel.
En dat is heel erg beangstigend, want dat is een deel van je zijn dat je kan voelen. Als je depressief bent, leef je in een verduisterd licht. Dat vreemde sepia waarin alle gefonkel verflauwt en je enorme krachten, waarvan je je normaal gesproken niet bewust bent, op je invloed werken. Het is het licht van het verleden. Of liever gezegd, het licht van het terugkijken op het verleden vanuit het heden. Het is daglicht zoals een geest het zou kunnen zien. Het probleem bij behandeling van depressie is dat we heel lang gedacht hebben dat het een aandoening is die eenmalig is. Dus die heb je en als het goed behandeld wordt, dan knappen mensen ook wel weer op. En inmiddels weten we, en daar is ook internationaal wel overeenstemming over, dat het in heel veel gevallen, dus bij heel veel mensen, weer terugkomt. Dus het is een terugkerende aandoening. Pochting ontdekte dat je herhaling kan voorkomen door mensen een korte therapie aan te bieden nadat ze hersteld zijn. Het onderzoek van Pochting krijgt een vervolg. Daarvoor zoekt ze nog mensen die hersteld zijn van een depressie. Wat kun je nou doen om terugval te voorkomen? Ja, er zijn grofweg twee methodes. De ene is doorslikken van antidepressiva. Jarenlang of levenslang. We weten eigenlijk niet precies hoe lang dan. Er zitten wel nadelen aan. Zo blijkt uit ons onderzoek dat mensen heel erg veel moeite hebben om jarenlang elke dag die pillen te slikken. En vaak ook tussendoor stoppen. Daarnaast weten we niet wat de negatieve effecten kunnen zijn op lange termijn. Een alternatieve methode, dat is eigenlijk een psychologische training. En daar heb ik zelf ook onderzoek naar gedaan. Dat is een training van 8 keer, binnen 8 weken, gericht op eigenlijk het onderzoeken van je denkpatronen. En het blijkt dat dat zelfs over 5,5 jaar beschermt tegen terugval. En we doen nu een vervolgonderzoek om te kijken of die training een alternatief zou kunnen zijn voor het doorslikken van die pillen. Ofwel dat de combinatie van doorslikken, pillen plus die training het beste zou werken. En daar zoeken we nu ook nog herstelde mensen voor die al vaker depressief zijn geweest. Leegte, dat voelt bij de mens in het algemeen niet goed aan. Dat geldt in allerlei opzichten, maar als econoom beperken we tot de portemonnee. En een lege portemonnee, dat geeft een heel vervelend gevoel. En dat geldt voor de burger, maar dat geldt ook voor de overheid. Kees Sterks is naast directeur van het Centrum voor Informatietechnologie hoogleraar economie van de publieke sector. Hij is geen groot voorstander van een overheid die meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Maar nu het crisis is, kan het ook volgens hem niet anders. Een lege schatkist betekent dat je meer wil uitgeven dan je ontvangt. En dan heb je een probleem. En dat kun je oplossen door of de uitgaven te gaan beperken, of de belastingen te gaan verhogen, of natuurlijk te gaan lenen. Hebben wij een lege schatkist? Op dit moment hebben we inderdaad een lege schatkist. We moeten een flink bedrag lenen. De overheid geeft 120 miljard euro extra uit om de crisis te bestrijden. 80 miljard daarvan is naar de banken gegaan. De staatsschuld is in 2009 294 miljard euro. In 2010 zal dat 328 miljard zijn. In 2010 neemt de schuld dagelijks met 100 miljoen euro toe. We betalen 12 miljard euro rente. Nou, een lege schatkist, dat is net zo erg als een lege portemonnee voor de burger. Dat betekent dat je er iets aan moet doen. Je moet of minder gaan uitgeven dan er binnenkomt, of je moet als overheid de belastingen gaan verhogen, of je kunt natuurlijk net als de burger gaan lenen. En het zijn alle drie onaantrekkelijke opties. Want als de overheid minder gaat uitgeven, dan hebben sommige mensen daar last van. Dan krijg je minder onderwijsuitgaven, minder zorg, minder blauw op straat of iets dergelijks. En hogere belastingen betekent ook altijd dat weer iemand die belasting zal moeten betalen, wat vaak weer negatieve effecten kan hebben op bijvoorbeeld de arbeidsinspanning, het risico nemen, et cetera. Nou, het lenen, dat lijkt een hele makkelijke optie, omdat daar niemand eigenlijk direct de pijn van heeft. De pijn wordt in feite doorgeschoven naar de toekomst. Wat is dan die toekomstige pijn? Nou, die is dat je op termijn rente zult moeten betalen. En die rentebetalingen, die zullen steeds groter worden als je jaar op jaar tekort hebt. En die rentebetalingen, die drukken in feite andere uitgaven weg. Toch is lenen niet altijd slecht, volgens Sterks. Lenen is niet altijd onverstandig. He, bijvoorbeeld in de huidige economische situatie, dan zie je dat de economie terugvalt. De bedrijvigheid neemt af, de werkloosheid loopt op. En dan zou het heel onverstandig zijn om op dat moment weer de belastingen te gaan verhogen, door de tarieven te verhogen, of om op dat moment de uitgaven te gaan verlagen. Want dat heeft een negatieve invloed op de economie. He, hogere belastingen, dat is niet goed voor de activiteiten van mensen. En de lagere bestedingen, die werken direct door in een slechte werkgelegenheid. Als je leent, schuif je in feite de lasten van de crisis door naar de toekomst. In feite schuif je wat pijn naar de toekomst. Je zou het misschien beter kunnen formuleren dat je op dit moment de pijn van de crisis verzacht en ook de crisis minder diep maakt door op dit moment te lenen. Dus dat is een goede rechtvaardiging. Maar dat kan niet zo blijven. Zo gauw de crisis over is, overraakt, dan zul je weer een beleid moeten maken wat erop gericht is om een sluitende begroting te krijgen of een klein overschot. En dat betekent dat er daadwerkelijk bezuinigd zal moeten worden of iets aan de belastingkant moet gebeuren.